President Desi Bouterse heeft samen met de dignitarissen, oftewel het traditioneel gezag van de Matuariërs en de Quinties, positief bemiddeld in geschillen in zaken de houtsector. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Het is volgens het NII, het staatshoofd, gelukt de verschillende partijen met de ministers op één lijn te krijgen. Dit gebeurde op het presidentieel paleis. Bij deze meeting waren ook aanwezig de ministers Likram Soerjan van de Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Edgar Dikan van de Regionale Ontwikkeling. Ook de directeuren Leandra Woei en Jerry Akum van respectievelijk RGB en de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht waren aanwezig. We zijn tot oplossingsmodellen gekomen die nu technisch zullen worden uitgewerkt door onze werkarmen, laat president Bouterse het NII optekenen. Afgesproken is dat er binnen een week een rapportage wordt gedaan. Verder is ook overeengekomen dat er een gelegenheid voor de jongeren van Pusugruno gecreëerd zal worden om te werken in de houtsector. Ook is voorgesteld dat bedrijven nabij nieuwjaar Kop Kondre zich terug zullen trekken tot een bepaalde straal achter het dorp. De Quinties, dorpsbewoners van Vitagrong, hebben uitbreiding van het gemeenschapsbos gevraagd. Het staatshoofd concludeerde dat het gesprek in het voordeel is van alle partijen.